omdat de Duitsers kwamen en hij dat verschrikkelijke lot wat er aankwam niet wilde afwachten. Hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij is gevlucht in de dood. Vrijdagmiddag werden er 2 stolpersteinen geplaatst voor de universiteitsbibliotheek aan de Witte Singel in Leiden. De stenen werden geplaatst ter nagedachtenis aan Joodse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De plaatsing vormde het begin van een project dat alle Joodse slachtoffers die zijn weggevoerd uit Leiden en vermoord wil herdenken door een steen te plaatsen bij de adressen waar deze mensen hebben gewoond. Stolpersteinen zijn kleine vierkante stenen met een messing plaatje erop. En er staat een naam op van mensen die in de oorlog zijn omgekomen. Zij horen bij ons. Ze hebben niet mogen leven. Ze hebben hier in vrijheid hebben ze gewoond. Mevrouw Kostman en Arnold Kostman, haar zoon, die hebben hier in vrijheid gewoond. En ze hebben niet mogen blijven leven. Dus het is heel belangrijk dat we blijven noemen hun namen. En ook de verschrikkingen aan wie ze zijn, waaraan ze zijn blootgesteld. Wij deden het, ik met mijn collega's samen, deden we dit. De vorige keer hebben we het ook al gedaan. In de Kloksteeg hebben ze gelegd. En toen heb ik gezegd van nou, vroegen ze van wil je het nog een keer doen? Ik zei nou, dat wil ik wel doen. Ik vind het een heel goed doel. En het is goed dat dit soort dingen herdacht worden. We gaan de komende 10 jaar 200 tot 250 stenen leggen. Voor Joodse medeburgers hier in de stad. Of buurt voor buurt, wijk voor wijk gaan we mensen herdenken, gedenken. Zodat ook niet alleen deze mensen, maar ook de anderen die vanuit Leiden zijn weggevoerd of gevlucht in de dood. Zodat ook die herdacht kunnen worden.